Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vulsen. Vandaag praat ik je bij over het laatste macro-economisch nieuws en het laatste nieuws over Bitcoin. En in deze aflevering staan we stil bij stagflatie. Want de Bank for International Settlements die kondigt aan dat stagflatie toch een mogelijk scenario is. Nu de economische groei afneemt en het risico op hoge inflatie hoog blijft. Dit is natuurlijk de nachtmerrie voor iedere centraal bankier en daarom zijn onze ogen gericht op Christine Lagarde en Jerome Powell. Christine Lagarde kondigde van de week een bijzonder plan aan. Nogal opmerkelijk, want ze wil graag de eurocrisis afwenden. Maar dat plan, daar zijn wij als Nederland in ieder geval niet erg over te spreken. Daarover in deze video meer. Ook keken we natuurlijk naar Jerome Powell, de president van de Amerikaanse Centrale Bank. Hij deed een zeer bijzondere uitspraak. De rente verhogen zou namelijk niet werken om de huidige inflatie omlaag te brengen. Kortom, hij had de deur open om na de zomer de rente weer te kunnen verlagen. Vorige week maakten we natuurlijk ook een begin met de huizenmarkt, want die rente heeft natuurlijk een enorm effect op de huizenmarkt. En we hebben deze week weer nieuwe data, dus daar duiken we dieper in. En we kijken natuurlijk naar de cryptomarkt, want de ene na de andere bail-out vindt plaats op deze markt. Kortom, genoeg te bespreken. Maar we beginnen allereerst bij stagflatie. Toch wel een van de kernonderwerpen die we de afgelopen periode hebben besproken. Een alarm ging afgelopen week door de financiële markt. Combinatie van inflatie en recessie zou dreigen. Volgens Christine Lagarde ligt zo'n jaren 70 scenario nog lang niet op de loer. Maar de Bank for International Settlements is het hier niet mee eens. De onderbouwing van Christine Lagarde hebben we vorige week in de video natuurlijk besproken. Zij gaf aan dat volgens de berekeningen die zij gemaakt hebben, de inflatie in het vierde kwartaal van 2023 onder de 2% komt te liggen en dat daarom stagflatie dus nog geen feit is. Maar de BIS denkt daar heel anders over. De denktank van centrale banken roept op tot stevigere actie voor de hoge inflatie. En om die hoge inflatie natuurlijk tegen te kunnen gaan. De prijzen gaan veel te hard omhoog en de vooruitzichten voor de economie verslechteren. En daarom dreigt een periode van stagflatie. Dat stelde de BIS afgelopen zondag. En de denktank die maand centrale banken om tijdig besliste actie te ondernemen. En als ik dit dan lees, als je dit dan terugziet in de documenten die door de BIS zijn opgesteld, dan is het feitelijk gezien alsof ik mezelf voor praatte, maar dan een half jaar geleden. Er moet nu actie ondernomen worden. En wat de centrale bank nu doet, is zwaar en zwaar en zwaar achter de feiten aanlopen. Men is net gestopt met het opbouwen van de balance sheet. Er is nog niet begonnen met het afbouwen. Er wordt straks nog gesproken over de rente. Als we natuurlijk kijken naar Europa. Dat zal eind juli plaats gaan vinden. Maar er moeten toch nu stappen gezet worden. Althans, dat stelt de BIS. En Christine Lagarde die voert in ieder geval de verbale strijd tegen de inflatie verderop. Zij stelde tijdens de laatste meeting in het Portugese Sintra al voor om toch wel een zwaarder rentebeleid toe te gaan passen. Als het nodig is, zet de ECB grotere stappen in de rente, kondigde zij aan. En je vraagt je misschien af, waarom zetten centraalbankiers niet gelijk die gerichte stappen? Centraalbankiers willen voorkomen dat er paniek op de financiële markten plaatsvindt. Dus dat men schrikt van een besluit van de Europese Centrale Bank of de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Daarom wordt er gedaan aan verwachtingsmanagement. Dus we kunnen al ruim van tevoren zien wat eraan gaat komen. Ook zal de Centrale Bank al te grote renteverschillen in de eurozone gaan bestrijden. En daar kom ik zo meteen eventjes op terug, want dit is het nogal vreemd plan. Een plan wat je... Goed, ik ga het je zo meteen uitleggen. We gaan eerst nog eventjes door op het inflatieverhaal. Want volgens persbureau Reuters zullen er geen obligaties rechtstreeks verkocht worden, maar zullen de aankopen op de geldmarkt worden gerealiseerd. En dit is een belangrijke. In deze spreken we over het feit dat de Europese Centrale Bank haar balance sheet dus niet direct zal gaan afbouwen. En dat was feitelijk gezien waar het om te doen was. Eerst die voet
van het gaspedaal en daarna met de rente een beetje remmen. En de oud-directeur van de Nederlandse Centrale Bank zei hierover het volgende. 75 basispunten renteverhoging door de Europese Centrale Bank in juli zou verstandig zijn. Eind juli wordt er een besluit genomen over hoe hoog de rente zal gaan worden. Lex Hoogtein zegt eveneens en nog een keer in september als de huidige vooruitzichten niet wezenlijk veranderen. Zoals het er nu uitziet is de Europese Centrale Bank dan nog niet klaar en zou de rente de rest van het jaar nog verder omhoog moeten gaan. En als je vanuit beleggingsperspectief hiernaar kijkt, dan betekent dat dus dat het er niet heel rooskleurig uitziet. Ik ben toevallig nu bezig met het maken van een lesprogramma, zoals je misschien wel weet, waar ik al anderhalf jaar lang aan werk. En daarbij diepen we ook uit hoe geld ontstaat en hoe geld ook weer verdwijnt. Want soms is geld in overvloed aanwezig en soms lijkt het alsof er nergens geld te vinden is. En we gaan nu terug naar een periode waarbij we komen van een periode waarin het geluk niet op kon, geld was gratis en nu zouden we dan richting een periode gaan waarin geld weer verdwijnt. Want geld is schuld, die schulden moeten weer afgelost worden en dan verdwijnt het dus weer. Daar gaan we in dat lesprogramma natuurlijk dieper op in, maar nu even om dit kort samen te vatten. Als de ECB de rente blijft verhogen de komende periode, dan heeft dat dus effect op de aandelenmarkt, op de huizenmarkt, op de cryptomarkt, op de reële economie. En de vraag is, waar stopt dat? En Jerome Powell die laat al de deur open om de rente eventueel weer te verlagen, maar daar kom ik zo bij je op terug. Lagarde plays down recession risks as ECB is ready to move faster on rates if needed. Christine Lagarde zit nog helemaal voor in het proces. Men is net gestopt met het afbouwen van het opkoopbeleid. Dus de balance sheet groeit vanaf nu niet meer. Maar wordt ook niet minder, laten we het daar wel duidelijk over zijn. Maar zij spreekt nog niet over dat recessierisico. En ik heb heel vaak aangegeven in deze video's, we zitten in die auto. Nogmaals, ik ga hem nog een keer benoemen. We zitten in die auto, we rijden de berg op. Christine Lagarde achter het stuur. Ze heeft haar voet inmiddels van het gas afgehaald. Maar we remmen nog niet. Dat pad op die berg wordt steeds smaller. Links hebben we blijvend hoge inflatie. En alles wat daarbij komt kijken, alle nadeligheid, een steeds groter verschil tussen arm en rijk. Rechts hebben we risico op crashes op de financiële markt, op de huizenmarkt, op de aandelenmarkt. Een recessie, een hogere werkloosheid. En daartussen moet geschipperd worden. En dat is een heel erg lastig proces. En Christine Lagarde zegt nu eigenlijk, nou, die rechterkant van het ravijn, dat valt wel mee. Dat ravijn is niet zo diep. Nee, dat komt wel goed. Dat is eigenlijk wat ze nu stelt. En we hebben tot voor kort gezien, centraalbankiers doen aan verwachtingsmanagement. Dus zij zullen nooit zeggen, dat ravijn is heel diep. Pas op, dat gaat ze niet zeggen. Want voor je het weet, ben je zelf schuldig aan het in het ravijn storten van de economie. We kijken allereerst nog eventjes naar de inflatie. Want dat is waar het nu om te doen is. Dat is waartussen we aan het schipperen zijn. Waarbij we dus moeten kijken of dat stuur iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts gaat. En of we inmiddels al wat gaan remmen of we gewoon keihard door blijven rijden. En we zagen dat inflatie in verschillende landen al een beetje afnam. De Duitse regering is erin geslaagd de inflatie een beetje omlaag te brengen. Maar we zagen de inflatiecijfers in Spanje en in België historisch hoog zijn. In Spanje kwam de inflatie uit op 10,2%. Dat was in mei nog maar 8,7. Dit is de eerste keer in 27 jaar dat de geldontwaarding in het land de 10% overstijgt. En ook België had een inflatiepeil van 9,7% afgerond. En in mei zien we het Nederlandse inflatiecijfer 10,2% zijn. De Nederlandse inflatie is iets afgenomen, maar weet wel dat het prijsspel, ondanks dat de inflatie minder is, nog steeds hoger is. Ik heb dit vaak genoeg aangehaald. Prijzen dalen pas bij deflatie. Dan gaan we weer terug naar een prijsspel die je misschien voor ogen had. En de prijzen moeten dan ook veel harder dalen dan dat de inflatie geweest is, percentage-wise. Omdat we veel hoger staan in de prijzen van producten. Een product is bijvoorbeeld eerst 100 euro, wordt dan 110 euro. En om weer terug te gaan naar 100 euro heb je dus een groter percentage nodig. Wat je aan deflatie wil zien. Daarom blijven prijzen dus altijd
hoog. Maar de Nederlandse inflatie is dus weer wat gedaald, net onder het niveau van 10%. En dan denk je, yes, we gaan de goede kant op. Vorige week gaf ik al aan in de tweet van Willem Middelkoop die we onlangs zagen, waarbij inflatie een periode van een aantal jaren omhoog gaat, dan weer eventjes een jaar of twee omlaag, dan weer een periode omhoog gaat, dan weer omlaag kan gaan. En dit was een proces van 3 waves die we zagen destijds. En dat kan natuurlijk nu opnieuw plaatsvinden. Dat was de jaren 70 stagflatiescenario. Als we de Bank for International Settlements mogen geloven, dan is dit dus wel degelijk een plausibel scenario. Maar we weten dus nu vanuit het Centraal Bureau voor Statistiek, de data, daarbij liggen we onder de 10%. En deze statistieken die verschillen nogal van de statistieken vanuit de Europese Centrale Bank. En dan kijken we naar de Harmonized Index of Consumer Prices. De HCPI is dat. Hier hebben ze HICP, maar HCPI is in principe hetzelfde. Harmonized Price Index. En we zien hier de overall index in de eurozone. Als je dit ziet, dan denk je dit is belachelijk. Hier gaat iets niet goed. Kijk even met me mee naar deze grafiek, hoe hard deze inflatie toegenomen is. En we zien dat de inflatie in Estonië en Estland het hoogste was met 20%. En in de maand mei dus gemiddeld in de eurozone 8,1%. Maar we zaten in mei in Nederland ook al onder de 10%, terwijl de Harmonized Price Index, dus de geharmoniseerde prijsindex, in Nederland veel hoger lag. En je kan er gif op innemen dat deze cijfers nog lager zijn dan wat het reëel daadwerkelijk is als we kijken naar het feitelijke inflatiemandje. Helemaal omdat bepaalde producten en diensten niet meegenomen worden. Denk aan huizenprijzen, denk aan bepaalde grondstoffen die niet meegenomen worden. Men wil nog wel eens de truc uithalen dat het met de core CPI nog wel meevalt. Die hangt iets boven de 3%. De core CPI is het inflatiemandje zonder energie en zonder voeding. Nou, daar kun je natuurlijk gewoon niet naar kijken. Het liefst kijk je als Nederlandse consument zijnde naar de koopkracht. Er zit een verschil tussen inflatie en tussen koopkracht. Als het gaat over koopkracht, dan wordt daar de loonstijging in meegenomen. En ook bijvoorbeeld je voordelen of nadelen ten opzichte van de belasting. Dus dat wordt ook altijd meegenomen in de koopkrachtberekening. Dus die is vaak wat voordeliger, rooskleuriger dan het inflatiecijfer. Maar wat ik je dus wil vertellen is dat we nog moeten wachten tot en met 16 juli... voordat we de cijfers weten vanuit de Europese Centrale Bank, ook als het om Nederland gaat. En dat kan nog wel eens verschillen met het cijfer van het Centraal Bureau voor Statistiek. Daar wachten we op. Vanuit daar worden ook de beslissingen genomen voor juli. En kijken we dus ook met spanning naar het rentebesluit op 21 juli. Maar daarvoor moeten we nog even kortstondig wachten. Wat we wel zien is dat steeds meer Nederlanders in een wurggreep gehouden worden door de hoge energiekosten. En die energiekosten die spelen een zeer belangrijke rol. En ik zal je daar straks ook iets meer over uitleggen als we het gaan hebben over de uitspraak van Jerome Powell over het monetair beleid. En wat hier zo lastig aan is, is dat we zien dat momenteel 1,2 miljoen huishoudens problemen krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten. Zoals je weet is per 1 juli de energierekening nog hoger geworden. En energieleveranciers en schuldhulpverleners maken zich grote zorgen over het aantal mensen dat nu al de energierekening niet meer kan betalen. Ze willen een uitgebreidere compensatieregeling van de overheid, maar daarmee los je natuurlijk het probleem in de kern, in de basis, niet op. Door de hoge energierekeningen en de hoge nota's dreigen betalingsproblemen te ontstaan bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Dit is een balletje wat ergens begint, wat begint te rollen, waardoor de consument de problemen raakt en waardoor die bal steeds groter wordt. Want als je eenmaal schuld met schuld moet gaan financieren, dan kom je er nagenoeg niet meer uit. En ze zien dit dus nu al aankomen en nu is de vraag, hoe wordt dit opgelost? Want vanuit de overheid kun je geld creëren, kun je dus zorgen dat je geld ergens deponeert. We hebben het gezien, hè? Oostenrijk, die zei ineens, eerst 1000 en toen was het 500. 500 euro krijgt iedereen. Maar daarmee los je het probleem niet op, want die 500 euro die moet ergens vandaan komen. Misschien zijn daar wel staatsobligaties voor gecreëerd die weer opgekocht zijn door de Europese Centrale Bank. En dan heb je feitelijk gezien aan de ene kant wat geld, maar aan de andere kant kost dat ook heel veel geld. Je weet vast nog wel dat Amerika een cheque gaf tijdens de lockdown aan heel veel Amerikanen. Volgens mij ging het om $1200. Het tienvoudige kostte dat.
kostte je per persoon het tienvoudige. En mensen waren blij met deze compensatie, om het zo maar even te stellen. Het CBB die geeft ook aan, bedrijven kunnen lonen eenmalig flink verhogen. Het bedrijfsleven heeft volgens het Centraal Planbureau in het algemeen minder last van dat de winst lager uitvalt. Daarom stelt het bureau dat een eenmalige loonsverhoging zou helpen om de lasten van de hoge energieprijzen evenrediger te verdelen. En dan denk ik, wat voor mensen zitten er op kantoor bij het CBB die in vredesnaam zo'n... Ik snap het gewoon niet. Ik kan hier niet over uit. Ja, en dan zit je daar dus bij het Centraal Planbureau met z'n allen aan tafel. Alleen maar slimme mensen. En dan is er één iemand en die steekt zijn hand op en die zegt... Nou, weet je wat we gaan voorstellen? Alle ondernemers hebben de afgelopen jaren eigenlijk helemaal geen last gehad, hè? Niet van de lockdown, dat komt niet in hun hoofd op. Ook niet van het feit dat er behoorlijke toename is aan productiekosten. Dat personeel al heel erg lastig te krijgen is en dat ze ook nog eens best wel duur zijn. Nee, die hebben nog helemaal geen last van een lagere winst. We gaan zeggen dat ze allemaal eenmalig de lonen moeten verhogen, zodat mensen wat makkelijker hun energiekosten kunnen betalen. Denk je dat je er daarmee komt? Denk je echt dat je daarmee een verschil maakt? Ik begrijp, de intentie is heel goed. Maar de meeste ondernemers die hebben het echt zwaar gehad de afgelopen jaren. De meeste ondernemers zijn blij dat alles weer een beetje normaal draait. En die kijken nu aan tegen het feit dat de consument de hand op de knip houdt. Tegen het feit dat het personeel lastig aan te slepen is. Tegen het feit dat de marges steeds kleiner worden omdat de grondstoffen duurder worden. Iedereen die hun verrekijker opzet, ik pak hem er maar weer bij, die kan toch zien dat het voor de ondernemers een hele zware tijd gaat worden. En dan kun je niet zeggen, we gaan nu eenmalig goed. Je begrijpt wat ik bedoel. Het Centraal Planbureau komt met een heel raar voorstel. Het Centraal Planbureau kwam overigens ook met het feit dat ze de kans groot achten dat de komende jaren de inflatie weer naar 2% daalt. En er werd gelijk op Twitter een heel groot ding van gemaakt dat het Centraal Planbureau zo positief was. Maar ik wil toch eventjes met je terug naar de laatste keer dat het Centraal Planbureau een voorspelling deed. En die hebben ze 3 keer in, ik dacht anderhalve week, aangepast. Ze begonnen met iets rond de 3% dat de inflatie voor 2022 op zou uitkomen. Uiteindelijk zijn ze geëindigd op 5,2%. 5,2% inflatie voor 2022. Ze zaten er natuurlijk valikant naast. En we konden toen al aanzien komen dat de inflatie veel hoger uit zou vallen. De mensen met een, die bij het Centraal Planbureau werken, hebben niet zo'n hele goede verrekijker. Laten we dat concluderen. De verrekijker is kapot. Misschien hebben ze nieuw personeel nodig. Misschien moeten ze iets meer betalen. Kijken wat we dan voor data krijgen. Goed. Lang verhaal kort, ECB's Lagarde zei het volgende. We kijken hier naar de inflatiecijfers van Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Spanje is wit, we zien Germany, dus Duitsland is geel, Frankrijk is groen en Italië is roze. Dit is een bizarre toename in prijzen. En dit gaat over dus afgelopen maand. En Lagarde zegt simpel gezegd, we want to go back to an environment of low inflation. Lagarde verwacht niet dat we de komende periode teruggaan naar een periode waarin we lage inflatie zien. En dit staat haaks. Haaks op hetgeen wat er de afgelopen maanden geroepen is. Inflation zou transitory zijn. Het was de schuld van Poetin. Het was een tijdelijk iets. Omdat de energiekosten hoger waren. En nu zien we dat inflatie geen tijdelijk iets is. Want we gaan de komende periode zien dat geld minder waard wordt. Dat mensen hun hand op de knip moeten houden. Dat de consument last krijgt van deze inflatie. En dat de middenklasse en de onderklasse hier zwaar onder lijdt. Zwaar onder lijdt, misschien minder in absolute bedragen als we kijken naar de verhoudingen ten opzichte van de bovenklasse. Maar wel als je kijkt naar hoe het de levens van deze mensen raakt. Hoe het deze mensen in hun normale bestaan raakt, als je het alleen al hebt over boodschappen doen of gebruik maken van gas als je kookt. En dat is waar in mijn optiek de beleidsmakers in deze aan voorbij gaan. En ze zullen nooit hun excuses aanbieden voor het feit dat het niet helemaal goed gegaan is als je kijkt naar de toekomst. En ze kunnen ook niet roepen dat het helemaal misgaat, maar kom dan met een concreet plan. Grijp in op het moment dat het moet. En dat had al lang in 2021 moeten gebeuren. Dat geld had de economie weer uitgehaald moeten worden. Maar goed, we weten, we leven in een schuldeneconomie. Daarover ga ik je trouwens
veel meer vertellen in het nieuwe leerprogramma. Hoe dat nou precies werkt. Waarom schulden nodig zijn om een economie te laten draaien. Waarom ook de monetaire theorie zegt dat we 2% inflatie op jaarbasis nodig hebben. En wat eigenlijk de tegenhangers daarvan zeggen. We gaan diep de macro-economische theorie in. Maar wel op een hele makkelijke manier. Voor iedereen begrijpbaar. En tegelijkertijd kijken we ook naar hoe je je beleggingsportefeuille hierop kan inrichten. Want afgelopen week stroomde mijn mailbox over met vragen van mensen die zeiden, Madelon, ik weet het niet meer. Ik word zenuwachtig van hetgeen wat er nu aan de hand is. Wat moet ik doen? En dat was voor mij de drijfveer om te zeggen, ik leg nu alles neer. Ik maak nog één video in de week. Ik doe de basisdingen die ik moet doen, die doe ik. BTW-aangifte bijvoorbeeld. En daarnaast focus ik alleen nog maar op het afronden van dit leerprogramma. Want er is een bepaalde behoefte, er is een noodzaak. Ik ga ook proberen om dit leerprogramma aan te kunnen bieden via het stapbudget van de overheid. Daar zijn we nu heel hard mee bezig om dat te kunnen doen, want de noodzaak is enorm. Kortom, we zien dat er vanuit de Europese Centrale Bank tal van plannen zijn. Er wordt nog veel gepraat, maar er wordt nog weinig echt gedaan, actie ondernomen. 21 juli moet ik zeggen, is het moment waarop er actie ondernomen zal gaan worden. En daarop zullen wij moeten wachten. Maar een van de dingen die niet zo lang kon wachten was het volgende. Er ontstonden problemen die wij 3 weken geleden al signaleerden op de spreads tussen de obligaties van de landen in Noord en de landen in Zuid-Europa. En dan hebben we het over staatsobligaties met een looptijd van langer dan 10 jaar. Dus de overheid heeft geld nodig, want er is een begrotingstekort. En als er een begrotingstekort is, dan creëer je automatisch een staatsschuld. En als er dus schuld moet worden aangaan, dan moet iemand die schuld financieren. En vaak zijn beleggers dat. Maar in de meeste gevallen is dat de Europese Centrale Bank, die geld maakt uit niets en daarmee dus die overheidsschulden opkoopt. Maar er ontstond een probleem. Want je kan je indenken op het moment dat een land wat relatief weinig schuld heeft en best goed draait, een economie wat het goed doet, als die staatsobligaties wat minder in trek zijn, dan loopt de rente wat op. Want hè, je hebt te maken met risicorendement, vraag, aanbod. Dus de ECB die wilde minder staatsobligaties gaan opkopen. Dat hebben ze aangegeven. En de rente zou wat gaan oplopen. Op de beleidsrente van de Europese Centrale Bank. Dus de kapitaalmarktrente loopt dan ook wat op. Wat gebeurt er dan? De rente van de Nederlandse staatsobligaties die gaan wat omhoog. En tegelijkertijd gingen de staatsobligaties van Italië, de Italiaanse staatsobligaties, in rente nog harder omhoog. Want Italië die staat er helemaal niet zo goed voor als dat Nederland staat. En hetzelfde hebben we met Portugal of met Spanje of met Griekenland. Die staan er helemaal niet zo goed voor. Dus de spread tussen de bonds, tussen de obligaties, werd steeds groter. En dan krijg je op een gegeven moment een moment waarop de rente misschien omlaag moet in het ene land, maar omhoog kan in het andere land. En dan valt de eurozone uit elkaar. En dit heb ik 3 weken geleden al besproken dat dit eraan zat te komen. Christine Lagarde die kwam daarna ook met een spoedmeeting, een spoedbijeenkomst. Er moest wat gebeuren, er moest wat veranderen. En nu ligt er een plan. Er ligt een concreet plan op tafel. ECB divides eurozone countries in donors and recipients. Dus vanaf nu zijn wij donoren als Nederland zijnde. Donors of proceeds include Germany, France and the Netherlands. Recipients of the ECB purchases include Italy, Spain, Portugal and Greece. Neutrals for reinvestment of pandemic scheme proceeds. En dit is wat sources zeiden. En dan gaan we eventjes terug naar het allereerste nieuwtje die ik er vandaag bij pakte van het Financieel Dagblad. Twee anonieme bronnen van het persbureau Reuters melden dat de centrale bank de aankondiging wil compenseren door liquiditeit uit de markt te halen. Het zou banken aantrekkelijker gemaakt worden om tegen hoger dan normaal rentetarief geld bij de ECB te stallen. Op deze manier steriliseert de centrale bank ook tegelijkertijd het steunprogramma van 2010. ECB-watchers reageren sceptisch op het Reuters nieuws. Ze wijzen erop dat deze manier van sterilisatie slechts voor de bühne is en weinig effect zal hebben.
de fragmentatie willen aanpakken op een voor de balans neutrale manier, moeten ze Duitse obligaties verkopen en Italiaanse obligaties kopen. En dat is eigenlijk nu waar het in de kern om draait. Dat lost helemaal niets op. Hij wijst er ook naar dat Duitse obligaties verkopen en Italiaanse obligaties kopen hetzelfde is als de Bundesbank vragen om verlies te nemen waar de Italiaanse centrale bank dan garen bijspint. Veel succes daarmee, zegt deze macro-econoom. De door de fors gestegen rente zijn staatsobligaties van de nationale centrale banken die de aankopen voor de opkoopprogramma's van de Europese Centrale Bank uitvoerden, fors in waarde gedaald. Direct verkopen zou dus verlies opleveren, terwijl het aanhouden tot een aflossing niet tot verlies leidt. Ja, en hoe dit er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet helemaal. Er wordt gesproken over het feit dat men liquiditeit uit de markt wil halen en dat het banken op deze manier aantrekkelijker gemaakt zou worden om tegen een hoger rentetarief dan normaal geld bij de Europese Centrale Bank te kunnen stallen. Echter zijn behoorlijk wat macro-economen enorm sceptisch op dit nieuws. Ze wijzen er bijvoorbeeld op dat deze manier van steriliseren slechts voor de bühne is en weinig effect zal hebben. Als je de fragmentatie, zoals ze dat noemen, die renteverschillen, als je dat zou willen aanpakken, dan moet dat op een balansneutrale manier. Dus die balans die opgebouwd is, die all-time high naar all-time high maakte, die mag je dus niet inzetten om alleen in Italië obligaties op te kopen. Dus dan zou je Duitse obligaties moeten verkopen en Italiaanse obligaties moeten kopen. Maar dat is feitelijk gezien hetzelfde als monetaire financiering. Want met geld uit het niets koop jij gericht leningen op van een land die begrotingstekort heeft, staatsschulden maakt. En dat koop jij als Europese Centrale Bank op en heel Europa heeft daar last van. Het lost niets op, zegt deze stratege bij de Danske Bank. Hij wijst er ook op dat Duitse obligaties verkopen om Italiaanse obligaties op te kopen hetzelfde is als de Bundesbank vragen om verlies te nemen, waar de Italiaanse bank dan garen bij kan spinnen. Veel succes daarmee, wordt er hier gesteld. Hoe het er dus precies uit gaat zien, weten we nog niet. Er wordt dus in de wandelgangen over gefluisterd. We wachten dus rustig af totdat hier meer over bekend is. En feitelijk gezien kun je je dus afvragen of dit ook daadwerkelijk mag. A lot of steaming bullshit has been written about the ECB's anti-fragmentation tool. Bottom line, either the ECB backstops the bonds through actual, not hypothetical, although it would like that, buying and they search. Or it does not. And they will tumble. The rest is noise. Dus de vraag is nu, gaan ze toch via een omweg dit systeem toepassen? Eigenlijk kan het niet. En eigenlijk mag het ook niet. Ik had van de week een Twittergesprek met Lex Hoogtuin. En hij gaf al aan, de kans dat dit volgens de wet mag, is relatief klein, want je doet dus feitelijk gezien aan die monetaire financiering waar we het eerder over gehad hebben. Arno Wellens zet het volgende op Twitter. Hoe komt dit? We zien de government bonds van Italië en de rente daarop fors afnemen. Die stond eerst ruim boven de 10%. Ruim boven de 4%, 4,25 ongeveer. En die zakte terug naar 3,20. En ik reageerde daarop met het plan van de ECB over donors en ontvangers lag al langer op tafel. Midden juni werd er al gesproken over de defragmentation tool, dus die tool om die sterilisatie toe te kunnen passen. De kapitaalmarkt reageert anders dan de economie. De kapitaalmarkt reageert gelijk op veranderingen. En bij de economie moeten we altijd ruim een half jaar tot een jaar wachten voordat we de effecten zien. Holger zegt opnieuw, good morning from Germany, where consumers' mood hits all-time lows as inflation soars. We zien hier de consumer confidence, dus het vertrouwen van de consument in de economie. En die was in tijden niet zo laag. Sinds in ieder geval 2005 hebben we niet een vertrouwen gezien wat zo ontzettend laag was. En dat is ook logisch, want de prijzen stijgen, de banen. Als we kijken naar de banen, zijn nog steeds in overvloed beschikbaar. Maar de lonen die daar tegenover staan, zijn relatief laag. Ondertussen zien we ook dat
de kosten voor de consument steeds meer de pan uitreizen. En als we vooruitkijken en die verrekijker opzetten, dan zien we dat dat de komende periode ook nog wel even zo blijft. En dan kun je je afvragen, wat zorgt er nou voor dat die economie in een recessie terechtkomt? What causes a recession? Maybe it's you and how grumpy you are about the economy. En hier word ik echt heel chagrijnig van. Want waarom zou de consument de reden zijn dat de economie valt? Nee, de consument is ergens neerslachtig over. En dan krijg je een sneeuwbaleffect. De consument is neerslachtig omdat de prijzen enorm toenemen. Omdat ze zien dat alles duurder wordt en hun lonen niet voldoende meestijgen. Omdat ze zien dat de aandelenmarkt heel erg hard vooruit gegaan is, daarna terugviel. Omdat ze zien dat de huizenprijzen heel erg hard gestegen zijn. Omdat de rente aan het oplopen is en ze niet zo makkelijk meer een huis kunnen kopen. Het is logisch dat deze consumenten negatief hier naar kijken. En als de consument pessimistisch is, houden ze eerder de hand op de knip. En dan pas krijg je de reactie dat de consument ook mede verantwoordelijk is. Maar wie is de belangrijkste oorzaak? En daarvoor wil ik met je naar deze video. En we gaan even luisteren naar Elizabeth Warren. Want zij slaat de spijker op zijn kop als het gaat over het beleid en het verhogen van de rente. Luister even met me mee naar wat zij en vooral ook Jerome Powell te zeggen hebben. Let's talk about what the Fed is and isn't doing when it raises interest rates to try to bring down inflation. Let's start with gas prices. The price of gas is up 40% since Russia invaded Ukraine in February. Chair Powell, will gas prices go down as a result of your interest rate increase? I would not think so, no. Okay. That matters because gas prices are one of the single biggest drivers of inflation. Energy prices overall drove a third of the inflation last month, but the Fed's tools, as you say, have no impact here. So let's look at another necessity, food. Price of groceries is up nearly 12% this year. Americans feel the pinch. No matter how much groceries cost, people still gotta eat. Chair Powell, will the Fed's interest rate increases bring food prices down for families? I wouldn't say so, no. Okay. Dit is ontzettend belangrijk, want als we kijken naar de core drivers van inflatie, als we kijken naar hetgeen wat het verschil veroorzaakt tussen de core inflatie en het gewone inflatiecijfer, dan hebben we het over energie en over voedsel. En Jerome Powell zegt hier, door het verhogen van de rente kunnen wij de prijzen voor energie en voedsel niet omlaag krijgen. En feitelijk gezien zegt hij hier precies hetzelfde als wat Christine Lagarde enkele weken geleden zei. De toolset, die werkt niet. Dit is één groot experiment. We zitten hier met z'n allen in één groot experiment. De dollar is een experiment, de euro is een experiment en het monetair beleid hieromtrent is geen wetenschap in de zin van 1 plus 1 is 2. Het is een theorie. En die theorie moet uitwijzen of het in de praktijk precies zo verloopt als dat wij hadden verwacht. Nu is dit een economische stroming die hier ingezet wordt, waarvan ik mijn twijfels heb. Laten we het zo stellen. Wat deze mevrouw dus zegt is, u heeft de rente verhoogd en tegelijkertijd heeft die rente invloeden op tal van andere gebieden. Zij spreekt hierna over de huizen die ontzettend duur geworden zijn. Het feit dat bijvoorbeeld de voedselketens, de verstoringen, dat die hierdoor niet opgelost worden. En een hele belangrijke, die zij overigens vergeet, is dat een behoorlijke hoeveelheid van de geldhoeveelheid bijgeprint is de afgelopen periode. En ik zal je straks ook even laten zien hoeveel schulden er dus gecreëerd zijn in de economie. Want geld is schuld. Al het geld wat gecreëerd wordt is schuld. Dat zou je misschien niet bedenken. Overigens komt dat ook weer terug in het leerprogramma. Dan zal ik je uitgebreid uitleggen hoe dat zit. Ben je daar overigens benieuwd naar? Laat het hieronder ook vooral weten. Vind je deze video leuk? Laat het dan ook even weten. Ik kan maar even wachten tot je op het duimpje klikt. Dan gaan we zo verder naar Jerome Powell. Want er komt nog iets belangrijks. Heb je geklikt? Top, dankjewel. Dan gaan we nu snel door naar het laatste gedeelte van deze video. Want hierin zegt zij dus iets wat wij heel vaak aangehaald hebben. Waarvan mensen zeggen, Madelon, stop nou met het benoemen. Luister mee. No control over the main drivers of rising prices. But the Fed can slow demand by getting a lot of people fired and making families poorer. So I just want to say, you know what's worse than high inflation and low unemployment?
It's high inflation and a recession with millions of people out of work. And I hope you'll reconsider that as you drive this, before you drive this economy off a cliff. Ze zegt, ik hoop dat je opnieuw nadenkt over het verder verhogen van de rente, zodat je de economie niet in een afgrond rijdt of van een klif afrijdt. En dit is het voorbeeld wat wij telkens genoemd hebben. En zij noemt hier dus, weet je wat erger is dan een economie waarin we zien dat de economische groei afneemt en de werkloosheid toeneemt? Dat is een economie die in een recessie terechtkomt en waarvan de economische groei dus fors afneemt, de werkloosheid hoog is en de inflatie eveneens hoog is. Zij noemt hier dus feitelijk gezien het stagflatiescenario die Christine Lagarde en Jerome Powell allebei opzij geschoven hebben. Waarvan zij allebei gezegd hebben, dit gaat niet gebeuren. Zij slaat hier de spijker op de kop. De toolset van Jerome Powell, die werkt niet. Dus de economie wordt nu langzaamaan van de klif afgeduwd. En langzaamaan gaan wij dus richting die recessie. We kunnen de verrekijker opzetten. We kunnen al zien waar we naartoe gaan. Er wordt dus langzaamaan gekozen voor een recessie als het gaat over de Amerikaanse economie. En we weten allemaal, als Amerika niet is, wordt Europa verkouden. Maar dit is een heel belangrijk moment. Want hiermee zorgt zij ervoor, deze mevrouw Warren, zorgt ervoor dat Jerome Powell de deur open kan zetten naar het opnieuw verlagen van de rente in september. Een aantal maanden geleden gaf ik al aan, dit is het moment suprem. Juli, augustus, september is het moment suprem. Dan gaan we kijken of het beleid werkt. En natuurlijk werkt het beleid niet. Maar we moeten het eerst uit de mond van de centraalbankier zelf horen. Dus vanaf september zou het mij niets verbazen als Jerome Powell zijn voet langzaamaan weer op die rem zet. Tegelijkertijd zien we hier dat de Federal Reserve Chairman zegt dat de economy in a pretty strong shape is and well positioned to withstand tighter monetary policy. Dus, ze kwamen samen in Sintra bij een forum. Sintra ligt in Portugal, is overigens een heel erg mooi stadje, dorpje is het eigenlijk. Ik ben er toevallig vorig jaar geweest. Wel aan te raden, heel erg sprookjesachtig. Maar los van Sintra, Jerome Powell zegt dus de economie is in een strong shape. En dat houdt in dat hij nog niet verwacht dat we richting die recessie aanduwen. Dus hij zegt eigenlijk, we kunnen dit nog wel aan. En waar wij dan dus naar kijken, we zetten die verrekijker op, we kijken alvast vooruit, wat zijn de eerste signalen? En we zagen in Amerika dat 12,7% van de mensen die een auto kochten, deze auto gefinancierd hebben. En het level van financieren, dus de maandelijkse betalingen, was het hoogste niveau ooit. $1000 werd er betaald aan financiering voor een auto. In Amerika is financiering voor een auto heel normaal. $1000 is bizar. Dat is ongelooflijk veel en dat kun je natuurlijk beamen. Maar dat betekent wel dat als de rente op deze schuld gaat oplopen, dat je langzaamaan in de knel komt. En dat is ook de reden waarom ik altijd hamer op het feit dat het helemaal niet erg is als je een huis gekocht hebt en de waarde van je woning daalt. Of als je crypto gekocht hebt en de waarde van je crypto daalt. Nee, wat erg is, is op het moment dat jij een heel mooi huis gekocht hebt, met kop en kont in de schulden bent gaan zitten, tot hier in de schulden zit, en die rente gaat oplopen en jij kan het niet meer betalen. Of je hebt je bent long gegaan op Bitcoin en tegelijkertijd moet jij die positie wel kunnen blijven financieren. Een leverage positie. Dus je krijgt een margin call en dat geld is er niet. Dan is het heel vervelend. Het gaat erom dat je voor jezelf een rekening houdt met een bepaald risico. Dus dat je niet te veel schulden aangaat. Te veel van alles is nooit goed natuurlijk. Dus houd daar rekening mee. We zien dat de ontslagen enorm toenemen. In de maand juni, in de maand mei nam het fors toe. De hoeveelheid ontslagen die we gezien hebben. Dit zijn de ontslagen die we hier zien. Getter, Coinbase, Tesla. Dat is meer dan de afgelopen periode. En dat kwam natuurlijk omdat wij in 2021 en in 2020 forse financiering hebben gezien vanuit de overheden. Die natuurlijk fors betaalden vanuit de NOW-regeling en de tijdelijke lastenverlichting. Maar dat stopt nu. En die bedrijven, die moeten straks de belasting, uitgestelde belastingen, wel gaan betalen. Dus dan krijg je ook daar
een behoorlijk risico. Even terug naar die schulden. Ik vertelde je net al, geld is schuld. Al het geld wat gecreëerd wordt, is feitelijk gezien schuld. En als we kijken naar die schuldeneconomie, dan zien we dat het 215 jaar duurde voor de Verenigde Staten om 7 miljard dollar aan schuld te creëren. Terwijl in maart 2020 het 2 jaar duurde vanaf maart 2020 om diezelfde 7 miljard aan schuld te creëren. Dus dat laat wel even de verhoudingen zien in hoe gek de economie nu loopt. Hoe gek het is dat inflatie nu zo hoog is. Dat is dus eigenlijk helemaal niet gek, want we doen ook hele gekke dingen. Het beleid is ook heel gek geweest. Remember, economists expressing their concerns with inflation being too low. Tot voor kort zeiden economen bij centrale banken, inflatie te laag, dat is heel vervelend, dat moeten we niet hebben. Want het perspectief vanuit deze visie, deze school, die wij dus op onze school ook krijgen, op de universiteit krijgen in Nederland, wordt deze zienswijze, deze stroming gedoseerd. En daarbij kijk je naar inflatie is goed, deflatie is slecht. Want bij deflatie gaan mensen hun geld niet uitgeven omdat ze weten dat ze over 2 maanden het goedkoper kunnen kopen. Terwijl bij inflatie ga je geld nu uitgeven omdat je weet het wordt straks duurder. Dus ga je die economie voeden en krijg je economische groei en prosperity, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Maar als de economie, als de inflatie te hard gaat, gaan mensen dus nu besteden. Dus dan krijg je nog meer inflatie en dat wil je eigenlijk helemaal niet. En andersom, wat deze meneer hier zegt, die Pieter Schmid, die zegt het volgende. En hij staat daarmee de spijker op zijn kop alweer. A healthy economy produces lower prices via higher productivity. En dit is waar ik het compleet mee eens ben. Want inflatie is niet de drijfveer van een economie. De drijfveer van een economie is productiviteit. Dus op het moment dat jij een iPhone hebt, en die iPhone die ontwikkelt zich gedurende de jaren, je krijgt steeds meer goed voor dezelfde prijs. En dat is die productiviteit die je terug wil zien. Dus eigenlijk wordt technologie steeds goedkoper. En zo hou je een economie draaiend. Maar dat is een hele andere visie dan de school, de stroming die wij krijgen. En Paul die reageerde: we understand better how little we understand inflation. En dit toont aan, hoe pijnlijk ook, dat centraalbankiers heel weinig idee hebben van wat ze aan het doen zijn. We understand better how little we understand inflation. Ze hebben geen idee waar die inflatie vandaan komt. Ze hebben geen idee hoe ze die inflatie weer terugkrijgen. Misschien hebben ze wel een idee waar die inflatie vandaan komt, maar ze hebben in ieder geval geen idee hoe ze het snel van het strijdtoneel af moeten krijgen zonder dat die economie in de afgrond stort. Of zonder dat je mensen krijgt die heel arm worden. Dit maakt het dus een heel lastig scenario. Er zijn er heel veel mensen die zeggen, Madelon, hoe kunnen centraalbankiers nou zo dom zijn? Dit moet een gecoördineerd spel zijn. Dit moet een langzame overgang zijn naar een nieuw systeem. Die kans is er wel degelijk. Maar de kans dat centraalbankiers gewoon echt best wel onhandig zijn, die is er ook. Centraalbankiers zijn namelijk ook gewoon mensen. Overigens ben ik het er helemaal mee eens. We moeten over naar een nieuw systeem. En de kans dat wij nu richting, dat er een hele mooie window of opportunity is, laat ik het zo stellen, waarin nu gebruik kan gemaakt worden van de flaws van dit systeem om langzaamaan over te gaan naar een nieuw systeem en dat ze daar dus gebruik van maken, dat zou heel erg goed kunnen. Kortom, stagflatie. Dat is wat we gaan zien. De US Q1 GDP, dus de kwartaal 1, GDP-cijfers, dus het BBP, die laten zien er komt stagflatie aan. En dan kijken we naar de personal growth van de consumption. Die is onwijs afgenomen. We zien dus de economische groei die afneemt. Tegelijkertijd neemt inflatie fors toe. Dit schreeuwt enkel en alleen stagflatie. De kans bestaat dat de Federal Reserve eind dit jaar de rente verlaagt. Nou, daar kwamen wij ook al tot de conclusie, eigenlijk dezelfde conclusie. Een eerste verlaging dit jaar zou dus mogelijk zijn. En de ECB die wacht dus rustig af en kijkt naar hoe dit allemaal vormgegeven wordt. En het feit blijft wel dat we dus weten, nu inmiddels uit de praktijk, dat de rente direct effect heeft op de woningmarkt. Niet direct effect heeft op de prijzen, maar wel op de vraag naar woningen en het aanbod van woningen.
Dat wisten we natuurlijk al uit het onderzoek van de Nederlandse Centrale Bank, van de DNB, 2020, waarbij vraag-aanbod niet aan elkaar verhevig is, of althans vraag en aanbod bepaalt niet de prijs. Nee, de financieringsruimte, de leenruimte van de koper en het aanbod, dat samen bepaalt de prijs, niet de vraag. En nu zien we in de praktijk dat dat ook daadwerkelijk zo is. En die rente is dus heel erg van belang. Als Jerome Powell, of misschien zelfs Christine Lagarde, volgend jaar, Jerome Powell misschien zelfs dit jaar, besluit om die rente weer te verhogen, of te verlagen moet ik zeggen, dan heeft dat dus een effect op de huizenmarkt. Dan kan dat weer voor stijgende prijzen zorgen. Dus houd dat in je achterhoofd. Daarom zeg ik ook, een huis is een thuis. Maak je geen zorgen als jij niet met kop en kont in de schulden zit. Als jij je energierekening nog kan betalen. Als je gewoon als een normaal mens nagedacht hebt, niet in de FOMO meegegaan bent. Dan hoef je je geen zorgen te maken over dalende huizenprijzen. Wel was je gelukkig geweest als je je hypotheek vast hebt gezet. Dat is nog een extra component, de rente daaromtrent natuurlijk. Maar we kijken even verder. De gemiddelde hypotheekbedrag daalt voor het eerst in 3 jaar. De bedragen die mensen kunnen lenen voor een aankoop van een huis loopt voor het eerst in 3 jaar tijd gemiddeld weer terug. Ik zag afgelopen week dat een modaal inkomen, 2 modale inkomens tezamen afgelopen jaar nog €425.000 konden lenen. En dat was nu teruggelopen naar 385. Dus dan spreek je over een fors verschil en dat kun je dus ook gewoon minder kwijt. En huizenkopers lenen in het tweede kwartaal gemiddeld €322.000 voor de aankoop van een woning. En een jaar eerder was dit nog €326.000. Nou, dat neemt dus een klein beetje terug. Maar als we dus kijken naar wat je kan lenen, dat is al fors afgenomen. Dus we kijken al iets verder vooruit. Deze data valt dus nog mee. Ja, en ook een grote hypotheekketen die ziet een signaal van afkoeling. Zo werden er minder hypotheekaanvragen gedaan afgelopen maand. En dan spreken we over 9% minder hypotheekaanvragen. En ook Nieuwsuur die maakte een opname over de opgelopen rente in Nederland en wat dat doet met de huizenmarkt. Luister even kort bij me mee naar dit fragment. Voorheen wilde je een woning aan op Funda en dan stond de telefoon rood groeien. Dan heb je 10 kijkers en dat is nu zeker gehalveerd. Daar komt vaak nog wel een koopruim voor, maar het overbieden dat is wel echt over. Dus de spanning is er een beetje af. Ik denk ook wel gezond, het was ook nodig. Door de lage rente, maar dat is wel een kentering in de markt, kunnen we wel noemen. Uit cijfers van een grote makelaarsketen blijkt dat er per woning gemiddeld minder vaak wordt geboden. Als je aan het begin van het jaar samen met je partner bijvoorbeeld 2 keer modaal verdienen. Er wordt dus minder vaak geboden. We zien ook dat er dus minder overboden wordt, soms wel helemaal niet. De mensen die je in deze video hoort, daarvan hebben 2 al hun huis te koop gezet, terwijl ze hun nieuwe huis nog niet eens in kunnen. Die moet nog gebouwd worden. Dat toont wel aan dat ze toch wel enige druk voelen om nu de woning te koop te zetten. En ik volg in de buurt van Hilversum woningen, koopwoningen. En daar zie je ook dat de woningen waar mijn interesse naar uitgaat, dat je ziet dat daar steeds meer van beschikbaar zijn. Afgelopen jaar was dat hooguit 1 per 2 weken. En nu zie ik de afgelopen periode dat fors toenemen naar soms wel 3 per week. Het aanbod wordt dus steeds groter. En we zien tegelijkertijd ook als we kijken naar Funda. Ik heb even de cijfers er weer bij gepakt. We zien hier de forse toename. Kijk even mee naar deze grafiek. Dan zie je dat we echt op een bijzonder erge toename zitten ten opzichte van januari 2022. Ook zagen we het volgende voorbij komen. De ESB kondigde aan dat ze de Nederlandse woningmarkt willen gaan renoveren. Grondige renovatie toe willen passen. En dit is natuurlijk heel leuk bedacht. Maar het feit is en blijft wel dat hier lastig invloed op uitgeoefend kan worden. En het zijn dan ook voornamelijk de macro-economen die vanuit een bepaalde visie naar de economie kijken waarvan ik denk, ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. Overigens hebben we hier Sandra Pelipe die in deze board zit. Dirk Bezemer, die ken je misschien wel. We hebben Arnoud Boot, wat overigens een hele interessante econoom is. Een aanrader als je daar video's over van kan vinden. Ook een hoogleraar. En wat we hier zien is dat er gesteld wordt dat het economisch perspectief voor een grondige renovatie op de woningmarkt
vanuit hun ogen toch wel een beetje moet veranderen. De Nederlandse woningmarkt is slecht toegankelijk, creëert vermogensongelijkheid en is grillig. De laatste is schadelijk voor de economie. Bovendien is het huidige woningbeleid duur. Een grondige renovatie is nodig en biedt een structurele oplossing. Maar wij weten dat de structurele oplossing de rente is. Dat is waar het probleem ligt. En wat er nu wordt aangeboden is overigens voor een heel groot deel symptoombestrijding. Een structurele oplossing vergt een samenhangend en evenwichtig beleid op belastingen, nieuwbouw, financiering en huur. Het voorgestelde beleidspakket maakt de economie stabieler en biedt ruimte om de belastingen op arbeid te kunnen verlagen. Dat betekent dus dat iedereen die straks een eigen woning heeft, daar komt eigenlijk op neer, meer belasting moet gaan betalen. Dat houdt dus ook in dat mensen die nu al heel lastig een huis hebben kunnen vinden, langzaamaan een beetje misschien kunnen gaan aflossen en daar dus alweer een beetje voor gestraft zullen gaan worden. De belastingen op woningen zullen gaan toenemen, de belastingen voor beleggers zullen gaan toenemen. Het spel, de regels van het spel veranderen tijdens het spelen. Ik vind dat altijd heel erg flauw. Op het moment dat dat gebeurt, als je rekening hebt gehouden als ondernemer met bepaalde... Je kan, kijk, weet je wat het is? Je kan zeggen, het is niet eerlijk dat mensen beleggen in woningen. Maar aan de andere kant, dit klimaat is gecreëerd vanuit de Europese Centrale Bank. Geld lenen was nog nooit zo goedkoop. Waarom zou jij als burger niet gebruik maken van dat geld? En dat is ook iets wat ik overigens in het leerprogramma afgelopen week heb geschreven. Wat heel erg opvallend is, is dat we zien dat centrale banken geld inzetten als tool. Waarom mag een gewoon persoon dat dan niet? Waarom mag dat alleen maar op basis van arbeid? Nou, ik ga er nog veel dieper op in, maar voor nu wil ik het hierbij laten, want ik zie dat we al ruim door de tijd heen zijn. Zimbabwe verhoogt de rente naar 200% in strijd tegen hyperinflatie. In Zimbabwe is natuurlijk al heel lang hyperinflatie. Je kent het dollarbriefje wel, de 100 trillion dollar. Ook zien we een crisis ontstaan in Sri Lanka. Eigenlijk zien we op heel veel plekken crisissen ontstaan. Hier wordt gesproken, Tunesië is at risk, El Salvador is at risk, Ghana, Ethiopië, Pakistan en ga zo nog maar even door. Er zijn dus heel veel landen die in een crisis terechtkomen. We hebben natuurlijk ook Turkije gezien. Ecuador is de economie totaal ingestort. En we zien daar op heel veel verschillende plekken economieën die stuk gaan. En dat komt steeds dichter bij Europa. En we zien het dus nu ook terug in Europa. In Turkije hadden we natuurlijk een behoorlijke klap met de lira. En nu zien we langzaamaan dat Europa ook die klappen begint te krijgen. En dan wil je jezelf ten alle tijden beschermen. In ieder geval je opgebouwde vermogen, het vastgoed wat je bezit, je huis, je inkomen wil je beschermen voor een heel groot deel. Want waar die mevrouw Warren het over had samen met Jerome Powell, is dat er verwacht wordt dat de werkloosheid weer zal gaan oplopen. Dus ook dat is iets wat je mee moet nemen. Wat gebeurt op het moment dat je je baan kwijtraakt? Ben jij flexibel genoeg? Heb jij skills waardoor jouw werkgever jou wil behouden? Of zie je mogelijkheid om als ZZP'er aan de slag te gaan? Of misschien wel een onderneming te starten? Kun je dat nu al doen, naast je baan? Kun je jezelf indekken voor hetgeen wat er gaat komen in de toekomst? Kortom, dit zijn ook dingen die we uitgebreid bespreken in het nieuwe leerprogramma. Ik zal het nog een keer herhalen. Hieronder zet ik een link neer. Hierboven zet ik een link neer in het i'tje. Groeiende zorgen over de economie dwingen Rabobank en ABN AMRO Bank in defensief. Er wordt natuurlijk vanuit ABN en vanuit Rabo belegd. Ze hebben beleggingsportefeuilles. Mees Pierson heeft dat vanuit ABN. Dat is de chique tak van ABN AMRO, laat ik het zo maar even zeggen. Je hebt daar 500.000 vermogen nodig om daarbij te kunnen bij die club. En dan wordt de loper voor je uitgerold. En krijg je mogelijkheden om daar ook beheerd te beleggen. Nu hebben zij hun advies voor de beleggingsportefeuille veranderd van neutraal naar onderwogen. Met andere woorden, beleggers wordt aangeraden om hun positie in aandelen te verkleinen. En in mijn optiek is dat misschien nog wel een beetje laat. Je kan het je misschien nog wel herinneren, in januari, februari heb ik al een keer aangegeven, heel veel mensen zijn de afgelopen 3 maanden, heel veel fondsen zijn de afgelopen 3 maanden teruggegaan naar cash.
En dat was niet voor niks. Zitten nog steeds voor een heel groot deel in cash. En wachten nog tot de tweede, tot het derde of het vierde kwartaal van aankomend jaar. Voordat ze rustig aan gaan inschalen. Dus dat is heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. En ook als we kijken naar de beleggingsportefeuille. Tuur de Meester zei het al. RIP de 60-40 portfolio. En 60-40 is natuurlijk het oude portfolio. De oude portefeuille waarbij je aandelen en obligaties goed verdeeld had. Nou ja, obligaties is iets wat heel ver van vroeger was, want obligaties waren totaal niet relevant in de portefeuille, laat ik het zo eventjes benoemen. Door die lage rentes, soms zelfs obligaties die negatief rendeerden, wat natuurlijk belachelijk was. Niemand wilde toen nog obligaties in zijn portefeuille, maar nu zie je dat het gaat kantelen, dat die waarde van die obligaties afneemt, terwijl de rente daarop toeneemt. Nog nooit eerder sinds 2007 was het 60-40 portfolio zo'n slechte periode. En vaak is het zo dat op het moment dat je hele slechte periodes ziet, dat de periode die daarna komt, en dan hebben we het over weken, dat dat juist de beste momenten zijn. Tot op heden voel ik dat beste moment nog niet aankomen. We weten natuurlijk, de aandelenmarkt is niet de economie. De economie is niet de aandelenmarkt. De economie duurt altijd heel lang voordat het reageert. De aandelenmarkt reageert gelijk. Die raakt gelijk in de paniek als er ook maar iets aangekondigd wordt. En die twee die verhouden zich totaal niet tot elkaar. Die houden geen rekening met elkaar. Die klappen die zijn veel eerder op de aandelenmarkt. Dus de kansen ontstaan ook veel eerder op de aandelenmarkt. Houd daar rekening mee. Kortom, genoeg nog toe te voegen ook aan het nieuwe leerprogramma. Wat ik nog even met je wil bespreken is het volgende. We zien dat er veel gesproken wordt over olie in Rusland. En dat wij vanuit Europa geen Russische olie zouden moeten kopen. Wat er nu gebeurt is, India koopt het op met heel veel korting vanuit Rusland. En India verkoopt het weer door naar Amerika, naar Europa moet ik zeggen, met een dikke premium. Dus in Rusland wordt het gemaakt en in plaats van dat Europa het rechtstreeks vanuit Rusland koopt, verkoopt Rusland het goedkoper aan India. India verkoopt het weer duurder aan Europa. Snap jij hem nog? Het is logisch, want dit is hoe marktwerking werkt. Eigenlijk is India en deze de market maker, super slim natuurlijk. Wat je ook veel ziet trouwens op de cryptomarkt nu, market making. Maar daar wilde ik helemaal niet naartoe. Ik wilde je vertellen over het feit dat we eigenlijk nog steeds energie vanuit Rusland kopen, maar dan via een omweg. Dan komen we aan bij de bailouts op de cryptomarkt. Het was me een slagveld. Ongelooflijk. De val van crypto hedge fund Three Arrows voedt vrees voor een domino effect. Three Arrows hedge fund die is gevallen en beurzen en brokers kunnen volgen. We hebben een aantal weken geleden al gezien dat er aangekondigd werd dat er een aantal grote partijen op wankelen stonden. We weten nu inmiddels dat BlockFi op wankelen stond en dat Celsius op wankelen stond. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er waren een aantal partijen die gefund moesten worden. Het is onduidelijk waar het domino effect in de cryptomarkt zal ophouden. En wat goed is om te weten is dat in de cryptomarkt eigenlijk hetzelfde gebeurd is als op de aandelenmarkt. En daar zijn we eigenlijk helemaal niet blij mee. Ik bedoel als in de bankwereld, niet op de aandelenmarkt. Mijn hoofd gaat alweer veel te snel. Op de cryptomarkt is dus hetzelfde gebeurd als op de aandelenmarkt. Want we hebben daar ook leenproducten die met elkaar verbonden zijn. Op de aandelenmarkt kennen we natuurlijk de collateralized tapped obligations. We hebben de securities, de gesecuritiseerde mortgage-backed securities, whatever. En dat heb je ook op de cryptomarkt. Dus de cryptomarkt is met elkaar verbonden. Dus door de val van Three Arrows kon het dus ook zijn dat BlockFi in de problemen kwam. Want BlockFi is een lending platform. Daar wordt bijvoorbeeld crypto geleend, maar ook aan uitgeleend. Dus BlockFi kan weer omvallen op het moment dat daar weer, nou je begrijpt het, en zo ging Celsius en zo ging Terra Luna en USDT. En het loopt allemaal maar in elkaar over, want allemaal lenen ze en verlenen ze weer aan elkaar door. Tot crypto-miljonair Sam Bankman-Fried deze bedrijven wilde redden. En ik ben er nog niet helemaal uit of dit nou misschien onderliggend heel strategisch geweest is van hem, want het zijn zijn concurrenten en hij is natuurlijk de founder van FTX en loopt daarmee natuurlijk zelf ook een risico. Want als hij zijn buurmannen niet redt, dan zakt zijn eigen huis ook rustig aan in elkaar. Maar het kan ook zijn dat hij het een beetje gecreëerd heeft in de hoop zelf de medebedrijven heel goedkoop te kunnen funden.
Hij heeft dus nu weer leningen uitgelegd. Nou goed, lang verhaal kort. Er is heel veel gaande op de cryptomarkt. Ik zie dat ik alweer meer dan een uur aan het kletsen ben. Dit is nog niet over. BlockFi's loan to 3AC wasn't that terrible compared to other deals recently revealed. It was over-collateralized. The question to me is, how many bitcoins are they short if all positions asked their money back? Dus stel dat nu iedereen van BlockFi het geld terug wil, kan BlockFi dat dan op dit moment betalen? Is dat mogelijk? Kortom, de cryptomarkt schudt op zijn grondvesten en er wordt veel gesproken over als dit misgaat, dan gaat alles onderuit. Maar dit maakt Bitcoin niet anders. Dit doet niks af aan het feit, ik zag het ook voorbij komen over Michael Saylor. Als Michael Saylor kapot gaat, is het over met Bitcoin. Ik kan nog steeds mijn Bitcoin naar de andere kant van de wereld overmaken. Ik kan nog steeds ontzettend snel transacties doen via Lightning. En heel goedkoop. Ik kan nog steeds naar de Bitcoin Meetup en daar mijn betalingen doen of mijn drankje afrekenen met Bitcoin. Dat kan nog steeds zonder dat daar een derde partij bij komt kijken. En dat is in mijn optiek de waarde. Goed, ik wil nog even iets met je naar Sigrid Kaag. En dan denk je misschien, hoezo? De minister van Financiën, daar had ik afgelopen weken behoorlijk wat commentaar op. En het viel mij op dat zij helemaal niks financieel stilde. Het ging over feestdagen, het ging over de climate change, het ging over verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar over de economie, over begrotingen, over jaarverslagen, over Prinsjesdag ging het niet. Tot 1 juli. Vooral jongeren hebben interesse in crypto, zei zij. Goede informatie over risico's is echt belangrijk. Weet waar je aan begint. Belangrijk dat er een overeenstemming in de eurozone is bereikt over consumentenbescherming. Dit is het eerste financiële wat zij stuurt. Ik heb bijna een beetje het idee alsof het een klein sneertje is. Misschien kijkt Sigrid Kaag ook wel. Ik ben in ieder geval blij dat ze zich wat meer bezighoudt met financiën en wat minder met gemiddelde feestdagen. Laten we hopen dat ze later ook wat zal gaan twitteren over de belangen van Nederland binnen de eurozone als het gaat over het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa. Het zou toch mooi zijn als zij onze belangen zal behartigen. Ik zeg dit nu een beetje sarcastisch, maar lang verhaal kort. Sigrid Kaag die benoemt hier de nieuwe wetgeving binnen de EU. En dan hebben we het over MiCA, of ook wel bekend als MiCAR. Het gaat over onder andere consumentenbescherming, maar ook over exchanges en brokers en hoe zij de strijd tegen witwas- en terrorismefinanciering kunnen aangaan. Er is veel hierover gezegd geweest. En dan hebben we het onder andere over het feit dat we heel graag wilden dat er een stempel op de cryptomarkt gedrukt werd. Zodat we feitelijk gezien met z'n allen konden zeggen, dit is een legit, dit is een goede markt, dit is een eerlijke markt. Wij doen mee in het reguliere systeem. Wij luisteren naar dezelfde regels als banken. Maar aan de ene kant ben ik blij met deze wetgeving. Want we hebben nu een framework waarnaar gekeken kan worden. En crypto is er echt. Crypto is niet geband. Bitcoin is niet geband. En dat is voor mij een hele belangrijke. Dus hoe dichter we bij die regulering kwamen, hoe logischer het werd dat er geen ban zou komen op munten als Bitcoin. Maar je voelt hem al aankomen. De regelgeving in deze druist in tegen alles waar Bitcoin voor staat. En dat is het vrij kunnen doen van betalingen zonder tussenkomst van een derde partij. Zonder dat jij kenbaar hoeft te maken wie jij bent, waar je geld naar overmaakt en waarom. Want als jij nu naar de bank gaat en je wil in één keer 30.000 euro pinnen, 50.000 euro pinnen, dan moet je naar de bank. Je moet een afspraak maken. Je moet vertellen wat je ermee gaat doen. Ze moeten, ik denk, een week, twee weken erover doen om al het geld in een koffertje bij jou te krijgen. Dus je gaat het ook echt meenemen van de bank dan op dat moment. En je moet ze ook vertellen wat je ermee gaat doen. En dat is zo raar, want het is jouw geld. Het feit dat er niet zoiets bestaat als het kunnen zijn van je eigen bank, behalve Bitcoin, is eigenlijk mega vreemd. En ze hebben wel geprobeerd om bijvoorbeeld een depositobank op te richten. Maar het Be Your Own Bank principe is in mijn optiek zo van belang. Kortom, ik zou hier niet te lang over praten, want volgens mij zijn we inmiddels al een uur en 10 minuten bezig. Ik wil je vertellen dat deze wetgeving wel behoorlijk ver gaat. Hoe ze dit precies willen gaan implementeren is nog heel lastig in te schatten. Want feitelijk gezien
gaat dit over de wallets die custodial zijn. Dus die bij exchanges of bij brokers liggen. En daarbij moet je aantonen naar wie jij geld overmaakt. Als je dus geld overmaakt, dan moeten ze zeker weten dat het niet naar een terrorist gaat of dat je niet gaat witwassen. Dus je moet een screenshot laten zien. Maar die screenshot, die volstaat straks niet meer. Want je moet dan ook aantonen van wie die wallet is waar het geld naartoe gaat. En dat wordt heel lastig om dat te kunnen gaan aantonen. Kortom, ik weet nog niet precies hoe deze implementatie eruit gaat zien. Ik ben er niet heel erg blij mee, omdat dit indruist tegen dat waar Bitcoin voor staat. Het gaat overigens niet over de non-custodial wallets. Dus daar waar je je eigen bank bent, daar kunnen ze op dit moment niet zoveel mee. Maar dat wordt dus wel een heel grijs en heel grijzig gebied. En een lastig gebied. Want op het moment dat jij het systeem in of uit wil, dan moet jij je conformeren aan de wet en regelgeving die daarbij passen. Dus het is een beetje zo. We gaan zien hoe die implementatie eruit komt te zien. Volgens Simon Lelieveld was dit overigens een aantasting van de privacy. En er moet dus bezwaar gemaakt worden. Overigens gaat dit pas uit mijn hoofd over 1,5 tot 2 jaar lopen voordat we dit geïmplementeerd gaan zien. Dus dat gaat nog even duren. En gedurende die periode zal ik je er meer over vertellen. Ja, we zijn inmiddels alweer bijna toegekomen aan het einde van deze video. Maar eerst wil ik je nog even kort vertellen dat je op mijn website de supportlinkpagina kan vinden. De laatste tijd krijg ik veel vragen over, Madelon, kun je me wat vertellen over deze vault of over deze exchange of over whatever broker die gegarandeerde rendementen aan mij aanbiedt. Gegarandeerde rendementen bestaan niet. Pas daar alsjeblieft mee op. Daarnaast wil ik je ook even vertellen dat op het moment dat je ergens wil gaan beleggen, het belangrijk is dat je kijkt of er een licentie of een registratie is bij de Nederlandse bank, bij de Autoriteit Financiële Markt. Als die er niet is, dan kan dat een alarmbel doen laten rinkelen. Daarnaast is het ook van belang om te kijken of er geen waarschuwing uitstaat voor de partij waar je bij wil beleggen. En goed dus om te weten, op mijn website vind je een pagina met supportlinks, waar je dus links kan vinden naar brokers, exchanges als het gaat om crypto, als het gaat over goud, zowel fysiek als fysiek in opslag. Fysiek wat je dus thuis kan bewaren. Brokers dus, de hardware wallet, et cetera, et cetera. En je kan natuurlijk ook mijn favoriete boeken terugvinden op deze pagina. En daar vertel ik je meer over de boeken waar ik veel van geleerd heb. Een van de boeken trouwens, die staat hierachter. Dat is het boek When Money Dies. Die kun je dus ook terugvinden op deze pagina. En daarnaast heb ik je natuurlijk net al even kort verteld dat we bezig zijn met het nieuwe lesprogramma. En dat dit programma mogelijk zelfs aangeboden kan worden via de overheid. Dus via het stapbudget, de 1000 euro, die je kan besteden vanuit de overheid. Dus dat is super interessant. Maar daarover vertel ik je later meer. Ik hoop dat dat de komende periode, dat daar meer over bekend wordt. Ja, we beginnen bij Bitcoin. We zien hier natuurlijk een prachtige neerwaartse trend. Dat hoort er ook bij wanneer markten even gaan corrigeren, dan zie je een neerwaartse beweging. En dit was een forse neerwaartse beweging. Eigenlijk al vanaf 45.000 hieromtrend. En eigenlijk zelfs al vanaf dit niveau. Kijk even, hier zien we dat we een hele mooie supportlijn onderdoor zouden kunnen trekken. En de bedoeling is dat er positieve divergentie wordt gevormd. Lagere lows op de grafiek en hogere lows op de RSI. Wat we zien is dat de RSI op de weekgrafiek ongelooflijk laag hangt. Nu kunnen we daar op zichzelf staand niet enorm veel, behalve concluderen dat dit niet heel vaak voorgekomen is in de geschiedenis van Bitcoin. We zien hem hier, 2012, aan het begin van de data. Nou, dat is logisch. We zien hem hier in 2015, januari 2015, tijdens deze daling. En hier zagen we opnieuw de daling in november. We verkeren in een forse neerwaartse beweging. Hier zijn we neerwaarts gevallen. Hier zijn we neerwaarts gevallen. En hier ook. Deze tweede top had eigenlijk al niet gevormd moeten worden. Dit was eigenlijk al een bear market, als je nu achteraf over deze trend gaat spreken. Maar ja, daar hebben we natuurlijk niks aan. Achteraf praten is makkelijk gezegd. We gaan even terug naar de daily. En dan zien we hier een duidelijke support. We willen een higher low krijgen. Op dit moment zien we een lower low. Dus dit betekent dat de positieve divergentie, wanneer we hier terug het 30-70 kanaal in kunnen gaan, mogelijk gaat uitspelen. Terug het 30-70 kanaal in en dan een opwaartse beweging zal volgen. Maar
We willen daarvoor ook een hogere bodem zien. Dus een nieuwe, hogere bodem. En dat is op dit moment nog niet duidelijk. Hier moeten we dan bovenuit breken. En dan hebben we het dus over ruim boven de 20, zelfs $21.000. Op dit moment is dat nog niet in zicht. Ik zal even ietsje met je inzoomen naar de 4-uursgrafiek. Dan kunnen we wat lijnen toepassen. Daar hadden we deze broadening formation. En nu kan ik zeggen dat we hier naar aan het kijken zijn. Dit is een driehoek. Geprobeerd daar opwaarts uit te breken, hier al, dat is niet gelukt. We hangen nu hieronder. Er is dus nog steeds een kans dat we overigens ook gewoon neerwaarts kunnen uitbreken. Daar is altijd het wachten op. We kijken even naar, dit is een symmetrische driehoek, dus die gaat in 50% van de gevallen opwaarts en in 50% van de gevallen neerwaarts. Dus dat is een fijn beetje. We kunnen dan een daling zien richting de $15.000. Dat zou een bijzonder forse zijn. Of een opwaartse beweging richting de 25.000. We houden hem dus nauwlettend in de gaten. Dit is overigens wel, en dat is wel belangrijk, een heel kort timeframe. De 4 uur is heel kort om wat over te zeggen. Het zou ook best kunnen dat we hier bodem zetten of net hieronder. We kunnen dus niet ervan uitgaan dat we die 15% gaan zien. Maar als we een daling zien, dan zal dat zeker een daling zijn richting de vorige low. Komen we daaronder, dan zakken we dus verder en dan gaan we dit koersdoel afmaken. Hetzelfde geldt voor opwaarts overigens. Daar zullen we eerst weerstand ondervinden rond de 21-22 zelfs hier in dit geval. En daarna nog een weerstand rond de 23 en dan pas terug omhoog. Het is dus een spannende periode. Ik trek deze trouwens nog even iets opwaarts. Als we kijken naar de Bitcoin koers. Op het volume valt niet heel veel te zeggen. Dit is ook al een vrij kort timeframe waar we nu naar kijken. Op de daily zul je dat ook terugzien. Kijk hoe korte termijn dit is. Dat is lastig om daar gelijk wat over te zeggen. Dus dat is hoe het spel er nu voor Bitcoin bij hangt. We wachten dus in alle rust af. Ik raad je aan om de komende periode natuurlijk de Monitox community in de gaten te houden. Want daar vertel ik je meer over wat er momenteel op de koers aan de hand is. Daar spreken we met analisten. We hadden afgelopen week een super toffe boardroom call waarin we weer gesproken hebben over wanneer we mogelijk een opleving zullen gaan zien. Zowel op de aandelenmarkt als op de goud- en zilvermarkt. Ik kan een klein beetje verklappen dat de aandelenmarkt voorlopig nog niet heel rooskleurig wordt. Voor Bitcoin zijn de meeste analisten ook nog een beetje sceptisch. En als het gaat over goud en zilver, is dat eigenlijk hetzelfde. Pas volgend jaar zullen we een positieve beweging gaan zien, is wat deze analisten zeiden. Lang verhaal kort, ik nodig je uit om bij de community te komen en met ons mee te praten. Ik wil je voor nu ontzettend bedanken voor het kijken. Ik vond het weer een hele mooie aflevering. Ik zie je graag terug op mijn Instagram-account of op Twitter natuurlijk. En anders zie ik je graag terug bij de volgende Madelon Praat. En bij de volgende Madelon in El Salvador. Tot dan en ik wens je een hele mooie week. Dag!